Ik herinner me die verkiezingsavond heel goed. We hadden die overwinning geboekt eigenlijk in de 3 delen van het land. En tot dan toe waren wij niet te veel uitgenodigd in de traditionele pers. Mm-hmm. En die avond zelf was er nog een groot voorzittersdebat hier in het Vlaams parlement. Ja, ja. En er was geen pupiter voor mij voorzien. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze dan de pupiter van Farah, die iets breder was dan de pupiters van al die anderen, moeten verschuiven en ben ik toch nog kunnen aanschuiven. Ja. En dat typeert een beetje wat er gebeurt. Heel symbolisch eigenlijk dan voor iedereen. De Belgica Papa, het Belgisch establishment, het Belgisch systeem, is nu afstervende en ligt op 2 manieren onder vuur. Dus je kan dat op 2 manieren remediëren, denk ik. Mm-hmm. Dus de status quo is niet meer mogelijk, denk ik. Dat merkt iedereen. Ja. Ofwel zeg je, we gaan nu het land naar 2024 toe naar de exit leiden. Mm-hmm. En naar een soort Vlaamse onafhankelijkheid, een soort Fernand Hutsrepubliek. Dat gaat ons massaal veel geld kosten. Maar er zit een bepaalde logica in. Hè? Mm-hmm. En dus dat is wat de N-VA en in mijn naam het Vlaams Belang voorstellen. Juist, ja. Ofwel zeg je, oké, we moeten dit land hertimmeren, we moeten naar 1 federale kieskring, we moeten een aantal materies terug herfederaliseren. Het is absurd om 4 ministers van klimaat te hebben die dan ruzie maken mm-hmm. over een land dat nauwelijks een erfd groot is mm-hmm. op de wereldbol. Laten we dat gewoon terug herfederaliseren. Net hetzelfde rond energie of mobiliteit. We hebben 4 mm-hmm. ministers van mobiliteit en staan alle 4 in de file. Absurd is dat. Mm-hmm. Dus dan heb je een nieuw soort 21e eeuws federalisme nodig. Mm-hmm. Waarbij ook de politieke zelfbediening, die absurde hoge partijfinanciering, op alle vlakken krijgen partijen hun financiering, waarbij dat allemaal aan banden ligt. Mm-hmm. Ik ken het Vlaams Belang toch nog veel meer van de partij van Valkeniers en de havenbaronnen. Mm-hmm. Ik merk ook dat mensen als meneer De Winter het heel moeilijk hebben om vakbonden, arbeidersstrijd en zoveel er pensioenen te verdedigen als thema's. Mm-hmm. Meneer Van Grieken probeert nu die verandering door te voeren mm-hmm. naar het model van Marine Le Pen. Maar je ziet in de Kamer hier en ook in het Vlaams parlement dat rond essentiële wetgeving, zij blijven stemmen voor het establishment. Zij blijven stemmen voor bijvoorbeeld de uitredingsvergoedingen niet af te schaffen hier. Zij blijven stemmen om de pensioenleeftijd te verhogen hier mm-hmm. en niet naar 65. Dus ik denk dat heel weinig mensen eigenlijk weten wat de echte standpunten rond een aantal zaken zijn van het Vlaams Belang. Ja. We zijn op zich bereid om coalities aan te gaan. En ik besef heel goed dat dat betekent dat je op een aantal punten compromissen zult moeten sluiten. Mm-hmm. Compromissen ja, maar natuurlijk niet om geen breuk te maken met 20 jaar neoliberalisme. Daar zijn wij heel duidelijk in. Mm-hmm. Wij gaan niet een SPA-bis worden. Wij hebben daar geen enkele ambitie voor. Wij willen echt een authentiek linkse volkspartij worden. Nee, maar de essentie van de partij zoals wij nu zijn in deze fase is een anti-establishmentspartij die zweept mm-hmm. en die van onderuit eigenlijk thema's op de agenda zit. Mm-hmm. Ja, ik herinner mij heel goed dat wij 2 jaar geleden in Breden op ons jaarlijkse feest voor 10.000 mensen de campagne voor 1500 euro netto pensioen hebben afgekondigd en dat toen iedereen unisono zei, wat een zot idee in de politieke wereld. En nu ligt het op tafel. Nu ligt het op tafel bij iedereen en dan denk ik, oké, de geest te rijpen. Wordt dat elke maandagmorgen gezegd? We zijn niet deel van het establishment. Uiteraard. En dinsdag en woensdag en donderdag. Je wordt elke morgen namen gezegd. Kameraden. Wij maken hier geen deel van het. Ja. Heel belangrijk. Ja. Maar nog belangrijker is dat de mensen gewoon genoeg op het terrein zijn. Mm-hmm. Dus als er sociale acties zijn, maar niet alleen sociale acties. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste punten van vorig jaar voor ons was ook die goedkeuring van het noodfonds in de zorg. Daar mm-hmm. was ik heel blij om. Maar dan hebben wij hier gezegd, wij kunnen hier wel voor 400 miljoen euro extra zorgen, dankzij het amendement, dat is goedgekeurd. Ja, maar wacht heel even. Ja. Maar dan zeggen wij erbij, wij willen dat onze parlementsleden en onze parlementaire medewerkers zelf naar zorginstellingen gaan. Mm-hmm. Dus dat zeggen wij dan. Dat ga je niet alleen over die tekstjes en over die cijfers. Hoor nu zelf eens welke handen dat er tekort zijn, hoe dat er aan toe gaat op een RVT, een instelling. Ga op het terrein, verlies dat contact niet, want daar doen we het voor. Hè? En dus, dat zijn maatregelen die wij nemen. En dan zijn die mensen hier niet in de parlementaire gangen, maar zijn die in heel het land. En dan horen die in Luik, in Brussel, in Antwerpen, in Gent, in die zorginstellingen, die bekommernissen zijn eigenlijk hetzelfde. Er is geen Vlaams-Waalse tegenstelling, er is een tegenstelling, te weinig personeel en te weinig investeringen.